komt dus weg. Dan moet Chris en Bout schieten. En jou hoor. En de eerste voorsprong voor de Bostonaren. Ja, en meteen een steal. En een Felix van Hasselt. Meteen naar de ringraad. Hij scoort een lay-up en wellicht maakt hij een 3-punt playbank. Ik probeer druk op de bal te geven. En Price vanuit van zijn afstand. Nou, dat is een hele moeilijke bal en een hele knappe bal. En een fout erop. Bos probeert te dubbelteamen, wat meer druk te zetten op de point guard van Den Helder. Goos is al heel erg snel. Ja, nou, wat een knappe bal. En de rebound voor Kok. Ja, nou moet dan Bos van gas geven en de helft van twee man achter. Een turnover. Ja. En een dunk. En ook de bal weggetikt bij Heroes. De bal weggetikt bij Den Helder. Van de Heroes. Nou, rolt van de Mars af. Ja, mooie lay-up. Vijf seconden op de schotblok. En een mooie dunk. Hier de schot. Kijk uit de spieren van Kok. Ja, pick and roll. Nee, weer de drie. En mooi. En dan de drie. Dat zal ook weer de tijd worden. Dat was helemaal open, Webster. Kort jij de goede rebound van de Jo. Schot Jansen van buiten of was het een paars? We zullen het niet weten. Weer met een hoek en doet dat goed. Surprise! Ja hoor. Wel het. Ja, ploeteren blijft voor Den Helder van achter de driepuntslijn, want die stoten vallen niet. Ja, Price nog een keer van 3 punten. Halman Sonny is zij vrij. Turn-on jumpertje, mooi schotje. Toch nog een verschil van 35 punten. Ja Jos, jij zei het in de reportage, zei je het al.